Als ik, Herman, een gezond huis wil neerzetten, wat voor pakket van eisen moet ik dan meenemen? Of kun jij mij geven, misschien nog wel mooier? Ja, als we een gezonde woning gaan bouwen, dan wil ik graag eerst weten wat zijn de wensen. Hè? En dan maken we een programma van eisen. Ja. We kijken in het bestemmingsplan wat er kan op de kavel. We kijken naar de ligging van de kavel. En gaan daar dan een woning op ontwerpen. Ja. Dus... Nou, mijn eis is dat het zo gezond mogelijk moet zijn. Ja, dat kan inderdaad. Dan gaan we ecologisch bouwen. Ja. Dan krijg je de meest gezonde woning. En ecologisch bouwen is? Ecologisch bouwen, dat wil zeggen dat je gaat ontwerpen met natuurlijke materialen. Mm-hmm. En natuurlijke materialen, dan denk ik aan stro, aan leem, aan kalkhennep bijvoorbeeld, waar Rens veel mee werkt. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan hennepisolatie, vlaswol, dat soort materialen. Mm-hmm. Dat is het bouwen zelf. Maar je zei net al, ik moet eerst een pakketje van eisen hebben. En de kavel, hoe moet ik, ik daar een droomwoning van maken? Hè? Een droomwoning. Een droomwoning. Dus het moet een hele mooie woning worden. Ja. En daarvoor is dat trouwens te koppelen? Een droomwoning maken en gezond wonen? Ja, bij uitstek denk ik. Ik denk dat je eigenlijk een mooiere kwaliteit en een veel gezondere woning maakt met natuurlijke materialen, dan dat je dat op de traditionele manier zou doen. Mm-hmm. Oké. Okay. En dan komen dus mensen bij jou aankloppen, speciaal hiervoor? Ja. Ja? In het begin was dat natuurlijk niet zo. Hè? Nee. Toen ik jaren geleden begon, dan denk je traditioneel. En omdat het toen nog eigenlijk niet zo aan de orde was. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die op dit moment een ecologische woning willen. En die vinden dan echt jou daar speciaal voor? Ja, omdat ik dan in de afgelopen jaren daar toch in gespecialiseerd ben geraakt. En... daar nu toch wat voorsprong hebt, zeg maar, ten opzichte van de traditionele architecten. Ja. Ja. Pakketje met eisen, ga ik weer naar terug. Ja. Ik heb mijn kaveltje, dat heeft een, ik wil altijd mijn tuin op het zuiden hebben, of misschien wel op het westen. Ja. Hoe vertaalt zich dat naar een woning? Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Hè? We proberen met de zon meer te bouwen. Dat wil zeggen eigenlijk dat je, als je 's morgens opstaat, dat je dan de zon misschien al wel gelijk in je keuken wilt hebben. Okay. En dan in de loop van de dag eigenlijk je woongedeelte aan de zuidkant hebt liggen. En s'avonds misschien op het westen nog lekker buiten kunt eten op je terras. Omdat de zon eigenlijk meegaat met het leefritme van de dag. Ja, op die manier eigenlijk. Ja. En je kunt dus gratis gebruik maken van die zon. Ja. Alleen al door de situering van je woning. En hoe de zon is gratis, maar hoe kan ik daar gratis gebruik van maken? Nou, door bijvoorbeeld dan op het zuiden maak je de gevels wat opener. Hè, waardoor je veel licht naar binnen haalt. Ja, ja, ja. En waardoor je dus ook die zon wat meer binnenkrijgt. Dat betekent minder snel je lamp aan. Ja, dat betekent minder snel je verwarming nodig bent. Omdat de zon ook warmte binnenbrengt. Die brengt ook warmte mee. Mm-hmm. En waar je wel aan moet denken is natuurlijk dat je een vrij ruime overstek maakt. Op het moment dat je dus in het hoogzomer de zon hoog staat. Dat je eigenlijk van nature een soort schaduwwerking krijgt. Ja. Daar probeer ik dan op te letten. Is het einde van het dak, waar de dakgoot zit, dat die wat langer doorloopt. Ja, inderdaad. Ja, ja, want mensen die geen huis bouwen, die weten dat wellicht niet. Oké. Okay. Ja. Dat is het niveau, het overstek. Ja. En dat je dan ervoor zorgt ook dat je dan in voor- en najaar, dat die zon er mooi onderdoor komt en nog je woning binnenkomt. Ja, ja. Dus dat is dan, en kan dat ook overal? Nou ja, het is zo dat... gelukkig komen er nu ook bestemmingsplannen waarin je wat vrijer bent om die kavels te gaan indelen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat de stedenbouwkundigen in het verleden eigenlijk altijd rijtjes maakten. Hè? Mm-hmm. Dus we zijn in Nederland heel goed in rechte lijnen maken. En ik vind dat een bestemmingsplan eigenlijk anders benaderd zou moeten worden. En dat je dus eigenlijk zodanig de woning moet kunnen draaien dat je met die zon mee kunt leven. Ja. Zeg maar. Zie dat ook veranderen. En dat zie je nu veranderen. Ja? Ja, als je bijvoorbeeld, neem je bijvoorbeeld de Olstergaard, nieuw bestemmingsplan wat nu in Olst gaat lopen. Daar kunnen mensen zelf veel meer hun keuze maken in hoe je die woning op de kavel zet. Maar je wil natuurlijk altijd wel de voordeur aan de straatkant hebben. Die wil je graag aan de straatkant, maar in zo'n bestemmingsplan denk je toch iets anders over na. Bijvoorbeeld parkeren is dan ook niet bij de woning, maar dat wordt op een veld gedaan naast het plan. Ja? Dus je gaat anders om met het gebied waarin je dan woont. Ja, ja, dat hoor ik ook zelfs wel. Is dat soort gesprekken, dat nu ook wel gevoerd wordt in al bestaande woonwijken. Ja, maar dan is het toch vrij lastig te realiseren, omdat die woningen daar dan al staan. Daar heb je ook woningen bij zitten die met de tuin op het noorden zitten. En waarbij je dan toch iets anders moet gaan kijken naar zo'n woning. Ja.
Ja. We waren in het oosten begonnen met de ochtend en we waren aan het westen geëindigd voor de avond. En dan blijven de slaapkamers over voor de noordkant? Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld je hal of de slaapvertrekken, een bijkeuken, dat soort ruimtes waar je niet verblijft. Mm-hmm. Die probeer je zoveel mogelijk aan de noordzijde van de woning te leggen. Mm-hmm. En die gevels die zijn dan ook wat geslotener, waardoor je dus minder energie verspeelt aan die kant. Ja. Want daar heb je ook eigenlijk dan gewoon wat minder licht en warmte nodig. Dan heb je gewoon minder nodig. Dus dan kan het ook op een andere manier ingevuld worden. Ja. Klinkt toch eigenlijk heel logisch? Het is heel logisch. Ecologisch. Lijkt net afgesproken. Ja. Dat was een voorzetje. Ja. Wij hebben je uitgenodigd, uiteraard omdat je er verstand van hebt. Maar jij hebt ook het concept ADEM ontwikkeld. Ja. Ja. Dat is het ademwonen. Ik heb een gedeelte van de wand meegenomen. Kan ik even laten zien? Pak hem erbij. Ja. Ik zou bijna zeggen Kika. Ja. Kijk, dit is een wand wat je hier ziet. We hebben het hier een casco. Dat kun je vullen met verschillende materialen. In dit geval zit daar cellulose in. Je kan er ook stro in stoppen. Wat is cellulose? Oud papier. Het zijn gewoon kranten die... Maar ik denk, ik wil een beetje slim overkomen, dus ik zeg cellulose. Ik zat te denken, jammer dat mensen geen krant meer lezen. Precies. Ja. Je kan er bijvoorbeeld een houtvezelisolatie in stoppen. Ja. Kalkhennep kan je erin stoppen. Maar dat is dus zeg maar, die kant is de buitenmuur? Dit is de buitenmuur. Ja. Kijk, die kun je er met verschillende methodes kun je dat afwerken. Dat kan gevelsteen zijn, dat kan hout zijn, dat kan stukwerk zijn. Ja. Of een combinatie. Ja. Aan de binnenkant hebben we een installatiezone waar al het leidingwerk doorheen gaat en waar we dus de dozen dan ook in kunnen monteren. Ja. Die kunnen we afwerken met verschillende afwerksystemen. Leem is daar een heel mooi voorbeeld van om dat te doen. Daar kan Rens straks alles over vertellen. Daar kan Rens alles over vertellen. Ja. En dan krijg je dus eigenlijk een ademende schil waarbij je dus altijd een damptransport hebt van binnen naar buiten toe. Ja, en wat maakt dat uit? Nou, dan krijg je een gezond binnenklimaat. Ja. Want als jij in een traditionele... Zet hem maar even weer weg, want anders hebben we zo'n obstakel. Ja, Een dampopen muur, zeg je, leidt tot een gezond binnenklimaat. Ja, zeker. Want je vochthuishouding is enorm belangrijk in de ruimte. Op het moment dat jij in een traditionele houtskeletbouwwoning woont, dan zijn daar folies in verwerkt. En die folies die zitten vaak aan de binnenzijde van de woning, waardoor die dus toch heel erg gesloten wordt. Ja. Dan waardoor zijn de installaties... Wat je binnen produceert en vocht produceer je altijd, al door het praten met elkaar, dat kan dan het huis niet uit. Dat kan er dan niet op een natuurlijke manier uit. Ja. Dat gaat er dan uit met de installaties van Hugo bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die zorgt ervoor dat jij daar een gezond binnenklimaat krijgt, maar dan moeten dan de installaties doen. In het ademconcept is het zo dat de woning ook van nature gewoon ademt en dat je die installaties niet op die manier allemaal nodig bent. Dus adem is dat concept om die muren op een bepaalde manier te maken. Ja, dat is het hele concept. Dat gaat voor het dak, voor de vloer en voor de wand. Okay. Ja. En waarom heb jij dat in het leven geroepen? Nou, omdat ik heel graag zou zien dat heel veel mensen op een ecologische manier gaan bouwen. En dat het voor een breed publiek eigenlijk beschikbaar wordt. We hebben er een bouwsysteem van gemaakt, waarbij we dus modulair gaan bouwen. Daardoor wordt het ook circulair. Je kunt het weer uit elkaar schroeven. Modulair bouwen? Dat betekent dat we eigenlijk elementen hebben met een vaste breedte, verdiepingshoog of hele wanden zelfs, kan dat ook zijn. En die breng je naar de bouwplaats toe en je monteert dat op de bouwplaats. Dat is eigenlijk het grote voordeel. Makkelijker van, maar misschien ook wat goedkoper. Je hebt een constantere kwaliteit eigenlijk, want de woning die blijft droog. Hij wordt in de fabriek gemaakt eigenlijk. En daardoor hoef je hem ook niet droog te stoken. Kost weer minder energie. En je bent veel sneller onder dak. Hè, waardoor je ook de afwerking van de woning weer veel sneller kunt gaan realiseren. Ja. En je kunt hem uit elkaar halen. Dus je hebt ook geen restafval wat je maakt. Maar je hebt eigenlijk nog restwaarde. Ja. Dus gezond bouwen is op tekening al een keuze maken van hoe je met de zon gaat bouwen. Dan is het een kwestie van welke materialen of je gebruikt of de woning ademt. En dan heb je een gezonde plek om te wonen. Ja, wat wij altijd zeggen is dat we iets willen toevoegen aan de plek waar we gaan bouwen. Dus dan denken we ook aan de binnenruimte, maar ook zeker aan de buitenruimte. Ja. Natuur inclusief is ook een term die we tegenwoordig veel toepassen. Mm-hmm. Dat betekent dat we ook denken aan biodiversiteit. En dat we dus een ontwerp maken waarbij we over die buitenruimte nadenken.
en over het interieur. En de woning zelf is daar onderdeel van. Ja. Je bent er nu een tijd mee bezig. Ja. Dan leer je, kan ik me zo voorstellen dat je zelf ook nog wel weer een heleboel dingen bijleert. Wat is nou iets... Dat is een continu proces. Ja, dat kan ik me zo voorstellen, ja. Wat is nou iets waarvan je zegt, nou, dit is een les die ik geleerd heb. Aan het begin kon ik dat echt nog niet bedenken, toen ik er net mee begon. Nou, toen we helemaal in het beginfase waren, dat is dan nu inmiddels 12 jaar geleden. Toen maakten we nog spouwmuren, bijvoorbeeld. En toen zijn we die gaan vullen met ecologische isolatiematerialen. Mm-hmm. Op dit moment werken we eigenlijk allemaal met massieve wanden. Waarbij we dus geen spouwmuur meer hebben, zoals we die vroeger kenden. Maar een massieve wand waarin eigenlijk het hele isolatiepakket is opgesloten. Dat de wand zelfs dan kan je er nog eventueel wel een wand voorheen metselen als je dat wilt. Maar het is niet echt nodig direct. Ja.